Een voorstelling waarin de slachtoffers zichtbaar zijn, de daders zichtbaar, maar misschien nog wel belangrijker, de stille getuigen die niets doen. Mijn naam is Tom Stewart, choreograaf van Pest, samen met mijn dansers. Ik heb nooit gepest en ik ben gelukkig ook nooit gepest. Wat ik van mijn moeder altijd heb geleerd, dat ik alleen maar bang moest zijn voor God. En zo ben ik dus ook opgegroeid. Dus ik had niet echt angst voor degene die mij hebben gepest. I suffered a lot. It was a tough time. Not lots of fun. My sister, she wasn't rude, but around her there was so many going around. Ik ben op de middelbare school ben ik ooit wel eens gepest over dat ik aan ballet deed of dat ik dans deed. Ik heb toen gewoon gezegd van, nou, ik doe helemaal geen dans meer, dat komt door jullie. Ik hoop dat wij met onze dans voor pesten het publiek kunnen duidelijk maken dat je met pesten eigenlijk helemaal niks bereikt. Dat dat iets is wat niet acceptabel is, op geen enkele manier, in geen enkele vorm. With dance we can reach the kids in a different level. It's a more personal and a deeper level without words. It's from here it comes and that's where the pain stays and gets created. I hope they will understand by our show that people are different. Ik hoop met het programma Pest dat mensen en kinderen beter realiseren wat ze andere mensen aandoen als ze andere mensen pesten. Stop! Stop!